Ja, we mogen echt niet de losers van de server zijn, hoor. Dus we moeten deze echt winnen. Hey kijkers van mijn kanaal, dit is Terms. Leuk dat jullie kijken naar een nieuwe Mistel Wars. En we spelen tegen de TDT-staf. Ik ben hier natuurlijk samen met Matthijs, want dat is een van de betere. Tegen Matthew en Simon, de twee sukkels. Maar hey, dat maakt niet uit, zonder ons toch niet. Dus we kunnen zeggen wat we willen vandaag. Ja. Mijn vraag aan jullie is van, ik heb al een poosje geen Mistel Wars gedaan. En dacht ik van, ik ga eerst met deze konuiten, ga ik eerst even een potje opnemen. En even lekker een videootje maken. Alleen, nu kom ik bij het volgende. Onderaan in de beschrijving zie jij een strawpool staan of ik wel of geen Mistel Wars moet gaan uploaden. En tegen jullie moet gaan spelen, zodat jullie een whitelist kunnen winnen. Laat het achter in de reacties, want ik ben toch wel zelf donders benieuwd daarna. Ik bedoel, ja, like die strawpool en laat even een toffe, lieve, leuke, aardige reactie achter. We gaan even deze twee mannen een flinke poepie laten ruiken, Matthijs. Wat denk jij ervan? Ja, let's go. Ja, kan je het aan, denk je? Kan je Matthew... Ik kan het aan, hè. Durf je Matthew in de pan te hakken? Ja, ik durf het. Wie is daar nog op de basis? Is dat Simon of is Matthew aan het springen? Matthew is aan het springen. Ik denk dat Matthew aan het springen is, inderdaad. Oké, dit gaat Oh, Simon, dankjewel, jongen! Ah, lekker. Kut, sorry. Oh, nee! Ja, maar we hebben het eerste gat. Shit, ik was bijna in een ding al. Ik was echt zo close. Kijk dan. Huppatee, eerste gat zit erin. Durf jij het aan, Matthijs? Ja. Waar ben je? Ik heb je Matthew net helemaal gekokblokt, dus oh shit. Je weet hoe het werkt, hè? Ja, ik weet het om te springen en dan weer erop zetten en weer verder springen. Of je blijft erop staan. Okay. Ja, je weet dat je met die lightning super snel naar de overkant gaat? Ja, dat is de snelste toch of zo, inderdaad. Oh my god! Zou ik je ook één truc vertellen waar je niet in moet trappen elke keer? Is dat je niet door op TNT en slime blocks moet zitten, want dat zijn de blokken juist die glitchen. Oh, die schuiven natuurlijk. Ja, omdat redstone is een vaste blok. Dat is de enige blok die niet glitcht. Alleen, ja. Omdat het een moving blok is, blijft er een soort van... Ja, hoe moet je dat uitleggen? Er blijft een soort van... rare ruimte over of zoiets. Ja, ik weet zelf ook niet hoe ik het moet uitleggen. Maar er blijft een of andere gare ruimte dan over. Net zoals met glas hier. Is ook heel lastig om... te blijven volgen. Alleen via redstone kan je ook weer omhoog komen. Ja. Fuck. Ben je er bijna? Ja, ik was er bijna, maar Matthew heeft hem dichtgegooid. Netjes. Ze zijn wel twee agressievelingen, zie ik al. Tering. Ik dacht dat het wat makkelijker zou gaan eigenlijk. Oh, chips. Ik heb een snowball verpest. Alleen, ik heb weer een gat bij hun erin. Ze zitten met z'n tweeën op mijn oude missel. Dit is zo GG. Kom. Ah, chips! Oké, ik wil niet verliezen, Matthijs, anders zijn we de sukkels van de servers. Ja. Dat mag echt niet gebeuren. Nee, komt goed. Ik denk dat het nog goed komt. Ja, weet je zeker? Ja, komt goed. Oké, nou laten we het hopen. Wist je dat je trouwens ook heel hoog missiles kan sturen? Dat is super grappig. Ja, als je op het schild. Yep, als je op dat schildje komt te staan, dan kan je ze heel hoog sturen. Okay, maar ja, als je heel hoog staat, dan raak je dat ding nooit. Oké, ik ben bijna aan de overkant. Ja, of op de helft. Dat is weer eentje stuk. Ik ga even in de verdediging. Kom op! Ja! Ja! Een tomahawk nog geplaatst. Oh, yes! Nou, ze hebben er ook eentje geraakt bij ons. Nou ja, dat is de tomahawk zit bij hun erin, in ieder geval. Dat is wel beter. Een stukje beter. Oké, dan ga ik weer... Oké. Matthijs, weet je wat? Ik geef je een truc. Hier, niks doen. Blijf. Oh, je moet proberen de explosief blok eruit te slaan. En vooral met een tomahawk kan je heel mooi een loopbruggetje maken in het midden. Als je er een snowball voor gooit, kan er niks gebeuren. Oh, oké. Ja, jij gaat er doorheen, toch? Of zo? Ja, dan maak je een soort van middenbasis op het midden. Dat is echt super sterk. Alleen het beste waar je dat mee kan doen is de tomahawk. Omdat daar. Hoe zeg je dat? Daar zit een hele goede... Daar zit een hele goede loopbrug in. Klinkt heel raar? Hij is lang, toch? Klopt. Dat ding is heel lang. Oh, mis. Oh shit, dit is dom. Nu explodeert de boel. Ik haat Guardians, die zijn zo useless. Vooral in dit soort game modes. Maar... Ik heb twee onder elkaar gegooid. Oh, ik heb Tomahawk. Heb je een Tomahawk ook? Even kijken hoor. Oh, ik ben dood.
Ben je er klaar voor? Ik heb ook een tomahawk, ja. Oké, heb je een sneeuwbal? Ik heb 3 sneeuwballen. Oké. Oh, ik heb een lightning. Ik ga naar de overkant zo snel als ik kan. Doei. Ik heb ook nog een lightning. Doei. Die lightnings is zo chill. Dit zijn de beste die er zijn. Echt, dit zijn mijn lievelingsraketten, vooral bij jumping. Oh. Ja, deze game mode met die ninja heet het toch? Ja, dit is de ninja boots. En door middel van de ninja boots ben ik bijna aan de overkant. Ik ga ze trollen, ik ga ze zwaar trollen, gek. Oh. Boonk. Ga je gewoon op hun eiland staan. Ja. doei, jullie hebben verloren, jongens. Doei, sukkels. Abba. Nail dit. Je hebt gewoon aan de achterkant erin geknald. Ze zijn genervd. Oké. Rematch. Kom maar op. Nou, maar daar is het tweede potje. Tijd om hun ass te kicken. Voor de tweede keer. Ja, als we 2-0 winnen, dan weten we zeker dat we goed op weg zijn. Ja. Dan zijn ze finished. Done. Ja, we mogen echt niet de losers van de server zijn, hoor. Dus we moeten deze even winnen. Vooral na het vorige potje. Oké, go, go, go. Ik ben in ieder geval op de helft. Ik zie het. Ik zie hier 2 dingen op me afkomen, dus ik ga even een schildje neergooien. Oh, Matthew, die houdt me al in de gaten. Want Smiecht is het ook. Ja. Hij gooit de sneeuw wel kapot op mijn missel. Sukkel. Oké, kom maar op. Hou jij de rest tegen daar, denk je? Ja, ja, ja. Oké, super. Je kan gewoon dit... Oh ja, je kan dat doen, maar je kan ook dit bijna doen. Kijk, hier. Ja, ik heb geen sneeuwbal meer. Dus ik had die andere net gebruikt ervoor. Fixed. Kijk, nu explodeert het ding. Doei. Ja. Barrier. Boom. Duurt even. Hoppatee. Oké. Ik haat echt Guardians. We hebben nu weer jij Guardians. Ook al. Ja, je kan echt niet... Hey! Kijk, ga je uit. Dan. Hier. Vuurgevecht! Fireballs. Oh, yes, yes, yes. Go, 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 go. Go. Oh, nee. Nee, nee, nee. Ik sprong mis. Wie komt mijn kant op? Wie komt mijn kant op? Is dit Matthew? Dat denk ik. Oh. Boom. Oké. Okay. Wat zit daar nog? Ja, dat is ook allemaal stuk. Oh! Ja, ik zit in een ding. Matthijs, ik zit erin, ik zit erin. Oh ja, ik zie het, ik zie het, ik zie het. Ga weg! Nee! Waar is die dude? Hier. Oh nee! Hij is dood. Simon is dood. Ja, maar met je zit hij nog. Ah! Nee! GG. GG, well played. Oké. Okay. Oh my god, niet eerlijk. Ik ga met deze. Oké. Go Matthijs. Oh, ze gaan onderlangs. Ik zie het, ik zie het. Oké, Matthijs, ik laat je nu zo mijn tactiek zien, ja? Oké, ik kom Vincent's tactiek. Oh, ah, shit. Oké, hij is klaar. Mijn tactiek is 100% werkende nu. Als ik niet naar beneden val, kom op. Val niet naar beneden. Oké, kijk hè. Ja, ik respawn nu. Ik kan het zien. Hier. Oh, dit is nasty, toch? Ben gewoon al ongeveer op de helft. Oh ja, want je zat vast daar natuurlijk. Yep. Dat is wel nasty. Dan kun je er zo altijd naartoe. Die ook stuk. Niet, oké. Dit is toch geweldig, of niet? Ja, ideaal. Oké, go, go, go. Holy shit, ze hebben ik veel. Ik ben er. Alweer, ja. Even kijken. Die stuk. Haalt hij dat? Oh, ik heb geen idee. Ze zitten met z'n 2 achter me aan te durpen, Matthijs. Oh! Triple kill. Oh, nee, double kill. Geweldig dit. Ze zijn zo generfd. Uh-oh. Oh, shit. Ja, je hebt er nu in ieder geval uitgeschakeld. Kijk, nu kan je de brug langer maken, hè? Let op, kijk.
Kijk, je moet gewoon zorgen dat je de juiste blokjes eruit slaat. Ga weg dan! Waarom sla... Oh! Verdorie. Oké, tweede poging. Maar als het goed is, moet het nu wel werken. Daar gaan we, ja? Ik ga de brug even wat langer maken. Kijk wat ze hebben neergezet. Nou, maar dat is nu niet zo erg. Als jij ze tegenhoudt... Ik ga het proberen. Hier, Matthijs, kijk de brug, kijk de brug, kijk de brug. Oh, oh ja, ja, ik zie het. Oké, hou je het vol, denk je? Ik hoop het respawnen. Wow! Die Jesus. Oh my god, ik zat gebukt onder twee raketten. Damn! Ik was echt weer onderweg. Laat me kijken hoe ik dit ga oplossen. Nee. Shit, de brug gaat weg. Oh nee, een raket die geblokkeerd was heeft hem gesloopt. Daar ging mijn toekomst. De toekomst. Oké, let op. Dit gaat mooi worden. Dit gaat mooi worden. Ja. Nice. Dankjewel, jongens. Ik heb ze genaaid met hun eigen shit. Ja, beter. Dan, ja. Wat? Wie viel daar naar beneden? Dat was Matthew waarschijnlijk. Oh, shit. Dankjewel, jongens. Nee. Matthijs! Ja? Let it blow. Ze zitten alleen maar met z'n tweeën achter mij aan. Kijk ze. Kunnen ze hem slaan? Ja. Okay. Alleen kijk, ze missen alles gewoon. Oh! Matthijs, we zijn de winnaar van de server! Ja. Yes! Zeker! Hoppatee, mensen, hartstikke bedankt voor het kijken naar deze nieuwe Missile Wars. Laten we allemaal massaal op het duimpje omhoog drukken. Ga gewoon even naar die straw poll hier onderaan. En laat even achter of we wel of niet Missile Wars nog moeten gaan doen met kijkers. Ik ben er best wel benieuwd naar. Dus ik zie jullie graag bij de volgende Missile Wars hopelijk. En anders misschien op de TDT-server met deze wel toffe crewmembers. Mensen, tot de volgende video. En ik zeg tegen jullie, ciao! Yo!